Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Yes, het is rond 7:50 en wij gaan lekker ontbijten, want we hebben zo meteen een soort weer safety training. Ja. Ook benieuwd naar het ontbijt, dat is allemaal hell. Ja, wat fuck. Ja, dus let's go. Dit schip is zo groot, als ik hier alleen zou lopen, ik zou zo hard verdwalen. We liepen net ergens en een deur ging open, oh, kwamen we in de keuken, almost. Ja, we mogen overkomen, want we zijn crew, maar toch. Help. Net hebben we een training gehad, een safety training again. En daarvoor ook nog even lekker ontbeten. Nu ben ik even in de cabine en ik wilde eigenlijk even wat administratieve dingen doen. Alleen de wifi is zo slecht. Je kan alleen op WhatsApp letterlijk. Dus ik kan niks opzoeken, dus dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Ik moet ook nog mijn belastingen doen. Ik heb net gerepeteerd. We hebben een soort skateboarden repetitie gehad. Maar al deze mensen waren gewoon aan het kijken tussen de repetities, als de helft is al weg. Hoe vond je het, Janine? Oh, heel leuk. Ik vond het echt heel leuk. Het is echt zo, die borden zijn ook zo lekker vloeiend. Ja. Echt, ik had het nog nooit gezien. Dus ik ben, nee, ja, ik ben echt benieuwd hoe het eruit ziet ook. Het is best wel moeilijk. Het is weer zover. Ik ga weer lekker repeteren. Van 8:30 denk ik tot 12 ongeveer. Ik ben heel benieuwd wat we nu aangeleerd krijgen. Goedemorgen. We gaan eindelijk het schip af. Het is vandaag dag 3. En we zijn in België. Eindelijk even lekker buiten een drankje doen. En we gaan super gezellig doen, want we gaan internetten. Jee, even lekker een uurtje of een half uurtje. Gewoon even lekker op de telefoon. Joe. We hebben het even heerlijk een uurtje in social media kunnen zitten. Ah, ik zag het niet eens. Ah, maar dat mag, want je hebt even, Janine heeft even met haar zusje gebeld. En dan snap ik het even. Ik kon niemand bereiken, niemand wilde mij bellen. Ga je nu echt ook houden bij mij? Ja, ik ga nu ook helpen, omdat niemand mij wilde spreken. Iedereen was druk. Nee, maar even fijn om weer even op social media te zijn. Dat merk ik ook echt. Oh, we gaan even boodschapjes doen. En het is er tijd om aan boord te gaan, want we hebben over 3 kwartier repetities. En nu hebben we repetitie op het podium. En net als de vorige keer is dat dans met skateboards. Oh, Janine klopt aan wat we moeten gaan. Ja hoor, daar is ze. Ik kom echt altijd op het goede moment. Altijd goed. Nou, we gaan. Doei. We hebben net de repetities gehad op het podium. Nu gaan we even proberen of we ergens kunnen sporten. Maar bij de normale mogen we nog niet. Want daar is nee, het heel druk. 4 en 7. Ja, dat is voor de passagiers alleen. Dus nu hopen we dat we naar de crew gym kunnen. Ja, want het bestaat, maar... We zijn er nog nooit geweest. Dus we gaan even op zoek. Ja. Ja hoor, gevonden. We hebben net even een kleine workout gedaan met z'n tweeën. Lekker bezig. We gaan zo daar de dansshow bekijken. Maar moet je even kijken, want we zijn weer aan het varen. We zijn net weg uit België. Volgens mij gaan we nu naar Frankrijk. Hoe mooi. Dit is de show genaamd Avondia. Dat is Aida Nova, ons schip, achter ze voren. En daar zit Janine aan de overkant. En dan denk je, waarom zitten jullie bij elkaar? Nou, dat komt omdat wij soort van in de gaten moeten houden dat er geen kinderen op het podium gaan rennen. Of als er iets valt van het podium, dat we dat kunnen opruimen en dat soort dingen. De show was echt amazing. Het is echt niet te geloven dat wij daar straks zelf ook gaan staan. Daarna hebben we nog even de dans doorgenomen van de dans die we al hebben geleerd. Die we vanavond waarschijnlijk weer gaan repeteren en herhalen. Ja, en daarnaast hebben we even lekker een drankje gedronken in de crewbar. Even naar het roosje gekeken van morgen. En als het goed is, kunnen we morgen ook van land. Van land. Van het schip af. Naar het land toe, juist. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Want ik merk gewoon dat het ons wel heel goed doet om even lekker echt buiten te zijn in de zuurstof. En gewoon dingen te zien. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik ga even weer verder met de vorige vlog bewerken. Maar dat ga ik even gezellig bij Janine in de kamer doen. En weer helemaal ready om lekker te gaan repeteren. Goedemorgen, we beginnen vandaag met een lekkere workout. We hebben net gerepeteerd op het podium en even snel een douche gepakt en gaan nu lekker naar buiten van het schip af. Ik heb karamel, vanille, framboos en pistache met een prachtig uitzicht. Eet smakelijk! Het is avond, dus we hebben weer repetities. En dat is hier achter in de grote zaal. Goedemorgen, vandaag konden we lekker een beetje uitslapen. Dus ik heb even lekker een stukje van een film gekeken in mijn bed. En nu gaan we lekker ontbijten. We gaan even de Aida Bingo Show bekijken, omdat we hier ooit ook zelf gaan dansen. Na de bingo zijn we even snel avond gaan eten. En hebben we ook net even snel gerepeteerd. Dus ik even lekker buiten.
Het is al donker, dus vandaar dat je het ook een beetje slecht qua licht ziet. Maar ik had even lekker frisse wind nodig, want ik merk dat als ik de tijd binnen blijf, dat ik echt zo'n opgesloten gevoel krijg, een beetje hoofdpijn. Dus even lekker buiten zitten, even lekker een momentje voor mezelf. En zometeen hebben we nog een repetitie tot later. Janine, laat even je outfit zien. Amazing, prachtig. Wij gaan namelijk heel eventjes kijken bij... Beach Club. Yes. Ladies night. Oh my gosh, dus we moeten even kijken. Ja, en een Nederlandse zangeres zingt. Oeh ja, ik ben benieuwd. We hebben zometeen een safety drill. Dat houdt in dat we als crew zijnde dat we gaan oefenen hoe het zeg maar werkt als we echt van het schip af moeten. Als er echt iets heftigs aan de hand is. Oké, daar gaan we bijna. We hebben net een repetitie gehad on stage. En we hebben ons nu lekker klaargemaakt om naar buiten te gaan, naar Spanje. Heb je er wel zin in, Janine? Nee, ik wist niet dat je mij filmt. Ik ben mijn polar step aan het maken. Oeh. Dus voor alle mensen die mij volgen, oh my way. Daar gaan we naar buiten in Coruña, als ik het goed uitspreek. It's raining, man! Woo! Helaas regent het, maar we hebben net even foto's gemaakt. In de regen! Alles voor de gram, alles voor de gram. Doe het voor de gram. Maar nu gaan we even stoppen met lopen, want dat is niet normaal. Dus we gaan even lekker ergens wat drinken. We zijn net even deze winkel ingegaan, want... Ja, het ziet er een beetje gek uit, maar... Voor onze Halloween kleding. Ja, want we hebben de 30ste of 31ste zijn feestje. Ja. Dus hoe ga jij? Ik ga als een soort, ja, ik weet even de naam niet meer. Maar weet je wel, zo'n meisje met gewoon zo'n veerdingetje. Ja, een ja, bepaalde ja. Jaartal is dat. Ja, de Warring. Ik weet het niet. Mafia, nee. En ik ga als kat zijnde. Dus ja, helemaal leuk. Nadat we weer terugkwamen aan boord, hebben we gerepeteerd. We hebben de buiging gerepeteerd en daarna hebben we even gegeten. En nu hebben we nog even een uurtje pauze, want om 10 uur begint onze repetitie. En als het goed is gaan we dan de laatste nummers van de eerste show aanleren. Dus dat betekent dat we een hele show hebben aangeleerd in 5 dagen. Dus dat is echt top en de show duurt 45 minuten dus. En we schouderklopje. Oh, ik moet mijn camera aan oplader doen zie ik. Dus dat ga ik nu even doen en ik ga even lekker een filmpje kijken denk ik. Ja, je ziet het. Je ziet je gewoon helemaal in de weer gaan. Gewoon door alle golven. Oh, dit is hilarisch. Wow. Lekker meid. Wow. Heb je wat op of wat? Ja, echt superveel. Yes! Walk out the door. Walk out the door like that. Yes! We had rehearsals. Girls night! Ja! Weer een lekker ontbijtje voor het sporten. We hebben net gesport en nu zijn we even backstage. Omdat we zo meteen onze schoenen gaan passen. Dus ik dacht, ik laat het hier even zien. Dit zijn alle kostuums. Oh my god, zoveel. En dit zijn onze pakjes voor de bingo. Oh my god, love de veren. Kijk dan hoeveel kostuums hier hangen. Holy shit. Echt niet normaal. Even onze schoenen passen. We hebben net Showpunk gekeken. En dit is een show die wij straks ook gaan dansen. En het was echt fantastisch. En ik kan echt niet wachten tot we daarmee gaan beginnen. Ik ben nu onderweg naar de repetitie. Ik ben benieuwd wat we vandaag gaan doen. Want we hebben één show al helemaal af. Dus misschien gaan we wel aan de show werken die ik vandaag heb gezien. Of ja... Aan de andere show, geen idee. We gaan het zien. Onze repetitie zit er weer op. Yay! Yeah. Gezellig met de meiden.
Ik vroeg, hoe laat doe jij je wekker? Ik weet het nog niet, want we beginnen pas laat. Daarom, ik heb hem zeg maar om 11, maar ook om 12. Oeh, spannend. Ik ga nog even bekijken. Morning, we hebben net heerlijk ontbeten en nu gaan we ons even omkleden. Want we gaan waarschijnlijk eventjes in de hot tub. Ik ben heel benieuwd. Het is helemaal bovenin, op dek 19. Dus waarschijnlijk is er wel wat wind, maar als het goed is er ook wel zon vandaag eindelijk. Dus ik hoop lekker met je bruin te kunnen worden en even lekker te kunnen genieten in de hot tub. We hebben net in de recreatieruimte van de crew even de dansen doorgenomen en even een potje voetbal gespeeld. En daarachter staat ook zo'n flipperkast. En nog even Uno gespeeld en nu gaan we lekker naar het eten. Sorry, ik moest nog even filmen wat we hebben gedaan. Na even lang gesport te hebben, eindelijk klaar met de repetitie.